Hallo, leuk dat je kijkt. We gaan een leuke oefening doen. Tenminste, ik vind het leuk. Is er tenminste iemand blij, hè? Ikzelf. Even kijken, waar is mijn potlood? Waar is mijn puntenslijper? We gaan dat beeld eerst eventjes natekenen, een beetje schetsen. En dan gaan we dus eventjes kijken of we nou eens op een andere manier zoiets kunnen opbouwen. Met wat meer transparante lagen. Dat kan natuurlijk ook heel leuk zijn. Ik heb er geen laag gesel op gedaan, want ik heb deze les helemaal niet voorbereid. Ik dacht er ineens van, oh, we moeten maar weer eens wat gaan doen, hè, op YouTube. En dus vandaar. Ik ga eerst dus schetsen, hè? Dus eerst een beetje die globale vorm van dat hoofd, het haar. Zus en zo, dat gaat daar, dit is schouder. Gaat er niet om dat dat helemaal perfect wordt, hoor. Dat maakt me niks uit. Als het maar een beetje op een hoofd lijkt, een beetje, nou ja, dat er her en der wel iets van klopt. Je kunt natuurlijk ook overtrekken of weet ik veel wat. Of met rasters werken. Maar ik heb zin om ook weer te schetsen. Vind ik gewoon leuk om te doen. Ja, dus dit zo, dit. Dan zou je zeggen, hier ongeveer een krul. En dit gaat me even eigenlijk om die haarlijn. Hup, hup, hup. Hier gaan we naar beneden. En als je dit dan zo hebt, zou die dan tot daar dus zo'n beetje komen. Kijk, hier moet je altijd gewoon ingooien. Hè? Als je ook uit de losse pols meedoet, gooi je er gewoon in. Ga niet meteen alles weggummen als je denkt, oh, deze lijn stond niet goed. Ja, ga gewoon eventjes door en laat die lijnen staan. Want anders heb je kans dat je helemaal niet meer gaat tekenen. Want dan stel je eigenlijk, ben je dan bezig met uitstellen. Als je in het begin te veel gaat gummen. Tenminste, dat kan gebeuren hoor. Zie ik wel eens gebeuren dat mensen beginnen met schetsen en dan meteen gummen als een bezetene gaan gummen. Terwijl er nog amper iets staat. En dan denk ik, ja, geef het eerst even een kans. Hè. En je kunt gewoon doorschetsen. Je kunt ernaast schetsen als het op de verkeerde plek stond en dat soort zaken. Maar bouw lekker die schets op. Kijk, hier zit een schaduwlijn zo. Ik denk, ja, wat ik hier heb gedaan is dan die middellijn. Even kijken hoor. Dit is dan, dat zou een neus kunnen gaan worden misschien. En dus de neus die steekt onder die haardos uit. En dit is dan het haar. Dus ik ben nu gewoon aan het rommelen. En het kan zijn dat ik allerlei fouten maak. Sowieso sta ik er ook heel slecht voor. Dus dan heb ik al dat ik eerder de mist in zal gaan. Maar wat kan ons het schelen? Het gaat er maar om dat jij kan zien wat ik doe. En kijk, dit is wenkbrauw, oogkas, zou kunnen. Dat is zo, ik denk dat het wel zou kunnen. Zoiets. Dan krijgen we hier deze afstand. Hier, schaduw. En dan, ja, die gaat dan naar beneden. Over in die neusschaduw. Even kijken uit de verte hoor. Oh, ik trek de neus nu wel erg ver naar beneden, geloof ik. Dus kijk, als die neus heel ver naar beneden is, dan is dus misschien dit haar juist te lang. Waardoor die neus, en want die neus, als ik die zo zie, komt die wel onder dat haar terecht. Maar nu zie ik, als ik uit de verte kijk, dat die neus wel erg lang lijkt. Dus dan kan het zijn dat ik hem omhoog moet schuiven. Maar dan heeft dat ook wel gevolgen voor dat haar. Dus ik zeg van hij is zoiets. Dat is misschien ook wel weer erg hoog, hè? Even kijken. Nou, het mag er ergens tussenin hier. Dus hier, onderkant neus, schat ik in. En dan, nou, dan zit dat haar dus een stukje hoger. En dus dat gaat dan zo. Hup, al die krullen. Goed. Hier dus dat het hoofd zo gaat en zo, oké. Okay. Ik ga echt niet al die krullen erop zetten, helemaal geen zin in. Sorry meneer, misschien heb je wel uren voor de spiegel gestaan om je haar zo mooi in model te doen.
En anders is in ieder geval wel je beeldhouwer. Die heeft er flink zijn best op gedaan. Maar sorry, ik ga dat dus niet doen. Als we hier de neus hebben, zo, hup. Dan komt hij toch nog iets lager. Dat kan wel. Ja, dus kijk, nu pak ik wel even de gum, want anders word ik gek. Dus ik weet nu niet precies wat ik hier heb gedaan. Oh, dit is zo, hup. Hier gaan we hem laten eindigen, hup, hup, hup. Krijgen we hier dus deze schaduw. Hier hebben we een leuke, dit restvorm, of dit restvorm, het is eigenlijk het licht, die lichte vorm, hè, daar. Zo. Daar begint hij. Krijg je dit, dus die slagschaduw die er bovenop valt. Zoiets. En dan zien we dus dat dit ook, denk ik, ietsjes lager mag komen. Dus ik ga hem ietsjes naar beneden trekken. Het is soms van het millimeter gedoe, hè. Zo. En hier dit. Ja, dan krijgen we hier, zeg maar, de spleet van de mond. Zo, daar ergens. Dan krijgen we nog onderlip. Als je hier een neusvleugel hebt, even kijken. Dan zie je de onderlip daar. Zo. Hup. En dan krijgen we slagschaduw van de onderlip op de kin. Dan krijgen we zo'n soort vorm als dit. Ja, en dan denk ik dat die kin hier ergens zit. Het zal wel. Maar goed, misschien zit ik er wel meters ver naast met de verhoudingen. Maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Het gaat even om de oefening van vandaag. En trouwens, meters verder naast kan eigenlijk niet, want ik werk op een papier van 30 bij 40 centimeter. Dus het zal eerder centimeters ernaast zijn natuurlijk. Even kijken hoor, zo. Dit mag dan iets breder waarschijnlijk, hè? Zie ik dat goed? Ja, dat denk ik wel zo. Het is een beetje, middellijn is soms handig. De nek. Die komt dan hier een beetje zo. Hup, hup. En dan krijg je, even kijken hoor. Oh ja, dat is mooi, hè. Die schaduw is handig. Zo. Zoiets. Hup. Hup. Hop. Maar daar ergens verdwijnt het allemaal in de duisternis. Dit is iets langer. Zo, sorry. Schouder. Kijk, ik gooi wat. Schildersmedium op mijn palet. Daarmee kun je de verf transparant maken. Hè? Ik pak een groot penseel, een platte en een vrij grote ronde. Want ik ga niet te veel in detail. Kijk, nu doe ik wat medium door zwarte verf. Nu ga ik even testen hoe transparant is dit op het moment. Hè? Kijk, dat is altijd de vraag. Dat kun je nu niet zo goed zien. Waar kan ik dat nou eens bekijken? Kijk hier, als ik hier zo eventjes check. Of hier misschien. Dan zie ik, zo transparant is het. Zie, dus ik kan er redelijk doorheen kijken. Dit ga ik gebruiken. Nou, en dan ga ik maar gewoon beginnen met de achtergrond. Want die achtergrond, dat is sowieso donker, hè. Dus als ik nou zeg, nou, dat, tot hier wil ik het laten komen, kijk. Ga ik gewoon lekker kwasten. Kijk eens, hups. Trouwens, ook niet druk maken over verfstreken. Het is gewoon een oefening, dus die kwaststreken en zo, dat maakt niks uit. Kijk, hier ook om het haar ga ik dan heen. Zo. Hups. Zo. En kijk, ik schilder dus altijd graag op voorbewerkte ondergronden, dus met gesso erop. Omdat... Zeker op papier, want dit droogt als een gek. Nou ga ik globaal die kop al indelen in licht en schaduw. Dus je kan zeggen, kijk daar, op die lok vanaf hier. Dit is eigenlijk allemaal schaduwwerk. Hier dit ook. Je ziet hier die slagschaduw op dat voorhoofd. Hier bij die neus zie ik eigenlijk dit. Kijk, hup. Zo, en dan gaat het zo. En zo. Hups. En zo.
op die lip. Ja, dat kan ik zo beter even met dat ronde penseel doen, want het is wel leuk om zo met een vrij fors penseel te werken, maar... Kijk, hup. Dit is allemaal... Het is wel leuk om met een vrij fors penseel dit te doen, maar... Ja, je hebt toch ook wel sommige plekken waar je het iets preciezer wil misschien. Hier, dit is ook nog wel een vrij donker stukje daar. Dus dan doe ik het even zo dit daar in zijn geheel ook op. Kijk, dan hebben we hier ook nog wat donker. Even zien hoor. Even wel even uitkijken. Hier, daar zit nog wel eens wat in dat haar. En hier heb je nog een beetje, maar ja, dat haar, dat ga ik gewoon een beetje zo aangeven hoor. Kijk. Zo, en hier, hop. Haps. Oh, ik vergeet helemaal deze hele oogkas. Niemand zegt ook wat. Kijk, zo. Oh ja, nou even met het wat kleinere penseel. Kijk, die ronde. Kan ik even bijvoorbeeld... Want dit is allemaal die lip. Allemaal schaduw. Bovenkant, onderlip. Maar hier zit dus een stukje waar licht op valt. Dus dat laat ik hetzelfde. Zie, dus dat is één. Nou moeten we het eigenlijk even laten drogen. Het is bijna droog. Dat is dan weer het voordeel van werken op papier. Het droogt lekker snel. Maar kun je je voorstellen, als ik er nu zo met de tweede laag overheen ga, wordt het natuurlijk weer wat donkerder. Goed, even kijken. Nou, het is droog genoeg, zal ik maar zeggen. Maar nu kunnen we eens eventjes een volgende laag erop gaan zetten. Hetzelfde smeersel. Kijk, dus nu, kijk eens. Nu zet ik dus dezelfde kleur. Zelfde toonwaarde er nog een keer overheen. Ik trek ook meteen hier dingen in het gezicht mee. Want kijk, zoals hier op dat voorhoofd, is bijna net zo donker als de achtergrond. Hè? Dus kunnen we net zo goed. Hier ook, zijkant neus. Dit gebeuren hier. Kan ik maken, eigenlijk tot nu toe wel zo één vlak van maken. Hier zou ik zeggen, is het net ietsjes lichter. Dat durf ik nog niet zo goed. Hier wel, om die hoek. Van het jukbeen hier, dat kan wel net iets donkerder. Kijk, zo. Dat trekken we bij elkaar, dit ook, dat kan. En hier in die lokken van het haar, daar gebeurt van alles qua donkerte, kan. Maar dan zie je, dat wordt allemaal nu net iets donkerder. Hier krijgen we nu een vrij fors verschil, maar dat laat ik even zo. Hier op die schouder is de schaduw ook wel wat donkerder. Zo valt hij daar overheen. Dus zie dit. Hier lijkt hij net ietsjes lichter, dus dat spaar ik even uit. Misschien ga ik het in een volgende laag toch nog weer veranderen. Dat is de oefening. We kunnen gewoon lekker een beetje rommelen. Kijk, hier, die is ook... Daar is het vrij donker. Die kin laat ik zo, want die is niet zo donker. Hier is nog wel een stukje. Kijk, daar in die oogkas. Dit is wat lichtere schaduw, maar daar is het net ietsjes donkerder, hè? Dus dan zet ik daar één extra laagje een beetje zo op. Kijk, zo. Grappig, hè? Dan krijg je toch een beetje al illusie van iets, hè? Van dat er iets gebeurt. Even zien, hier heb je soms ook van die net iets donkerdere stukjes erin. En hier is een keer aan die lokken. Nou, daar misschien. Ja, en dan gaan we nog even die rest van die achtergrond erdoorheen. Kijk, zo. Kijk, dit is die lichte daar, die straks wel een keer wat donkerder mag. Maar dat bouwen we wel op, dat komt wel goed. Kijk, hupsakee. Zo. Het zijn gewoon leuke dingen om te doen, dit. He? Het leuke is, met de lichte delen, die sparen we uit. Daar hebben we voorlopig, hoeven we niks mee te doen. Dat is grappig, hè? Nu wil ik weer even wachten, want ik wil, die donkerte mag nog wat op worden gebouwd op sommige plekken. He? Maar dan moet het wel eerst weer droog zijn. En je ziet al, ja, ik ga toch de föhn even pakken. Heb ik nog wel een stopcontact? Oh, en ik ben deze ook nog vergeten aan te doen. Dat is niet zo slim. Zo. Zo. Tijd voor weer een nieuwe laag.
dit weer allemaal. Nu komen we dus hier bij dat oog. Dat oog hier, daar is donker, maar dit is donkerder. Dus spaar ik dat even uit. Wacht eens, ik ga nu even mijn ronde penseel erbij pakken. Die iets kleinere, kijk. Dan kan ik hier iets meer precisie doen. Kijk, dus doe ik zo, zo. Maak ik dus hier donkerder. En daar laat ik hem. Ja, en datzelfde geldt hier. Kijk, hier kan ik nog eens een beetje overheen gaan. Met die iets, om het nog iets donkerder te maken. Daar echt daar in die holte van dat gat daar zo. En nog misschien eens een keertje zo. Onder die neus is de schaduw veel donkerder. En die slagschaduw. Dan de schaduw van de neus zelf. Dat bolletje dat wegdraait. Dus ik ga dit eventjes ook met dat ronde penseel doen. Oh, nou schiet ik eigenlijk uit over zijn neusvleugel. Dat was niet de bedoeling. Dus gewoon gauw even wegpoetsen. En hier is het weer vrij donker dan aan die zijkant. Oh, ik heb die neus. Dat zie ik ook nu pas. Die streep heb ik natuurlijk veel te grof gedaan. En dat moet licht worden. Sorry daarvoor. Dat zie ik nu pas. Ik ben al de hele tijd bezig. Maar ja, goed. Dat los ik zo wel even op. Kijk, dus dit. Dan de spleet van de mond. Daar, kijk. Daar ga ik nog eens overheen zien. En nu wordt die dus wat donkerder. En dan kunnen we hier ook nog een beetje zo doen. Hier de onderkant, die schaduw hier onder die onderlip is ook weer iets donkerder, zie je wel, zo. Stukjes zoals hier in het haar, kan ik eens een keer. Zoiets, oh, de slagschaduw daaronder ben ik ook nog vergeten. Nou, ben lekker bezig. Zo, kijk, hier nog eens wat donkerte. Daar. Hier nog eens een keer. Zo. Kijk, ik zal eerst trouwens even die neus oplossen. Sorry hoor, dat is even wel voor het goede idee. Er is natuurlijk niks aan de hand. Want ik kan altijd gewoon met wit eroverheen. Ik heb daar dus te veel, ja. Ik had te veel weggehaald. Zo. Kijk, wat nu ook opvalt, is natuurlijk dat dit stuk is nu wel wat aan de te lichte kant. Maar dat geeft niet, want ik ga hier nog met die donkere kleur weer, ik ga er nog een keer overheen. En als ik dat nu meepak, wordt die vanzelf ook weer wat donkerder. Kijk maar, dus ik pak dit hele gebied, hier die slagschaduw onder zijn nek, op zijn nek, onder zijn kin. Zo, daar ook, hè, daar was die wat lichter. Maar dat blijft natuurlijk zo, want kijk, ik ga er nu overheen, nu wordt alles in zijn geheel daar wat donkerder. Snap je wat ik bedoel? Dus dit blijft nu nog steeds wat lichter dan het was. En datzelfde geldt ook hier voor zijn wang. Kijk. Zo, zie. Dus alles waar ik overheen ga, krijgt weer één extra laag donkerte. Zo kun je dat zo leuk opbouwen. Het is eigenlijk wel leuk om het een beetje zo wild te schilderen met van die streken zo, toch? Kijk, dat is een beetje zo. Ik weet het ook niet. Het is wel grappig. Zie, wat nu natuurlijk leuk is, is om juist een hele lichte partij er zo eens overheen te gaan zetten. Dus, zwart, heel klein beetje zwart, met veel medium. Zoiets, aardig wat. Ja, ik weet niet of dit genoeg is, ik ga het zo even checken. Kijk, dan zie je dat het zo heel licht grijzig eruit gaat zien. Geen plezier zonder keukenpapier. Kijk, ik ga even checken, hoe transparant is dit nu? Als ik het hier neerzet, ah kijk eens, dat is mooi. Zie, je ziet het haast niet. Want het lijkt een beetje op aquarelleren. Wat ik ga doen, is ik ga proberen uit te sparen wat echt het lichtst moet blijven. Met uitzondering natuurlijk van die neus. Dat is echt jammer dat ik die fout heb gemaakt in het begin. Ik ging daar te enthousiast erop losgalopperen. Een neuscorrectie. Sorry jongen, het was hard nodig. Ik ga dus nu die lichte kleur ga ik nu pakken. Dan ga ik eens beginnen, hier zo. Leuk hè? En dan smeer ik het een beetje zo. Ja, ik denk dat ik alles wel even kan insmeren hier. Want
ik wil eigenlijk dit net iets donkerder dan dit, maar dat kan ik natuurlijk bereiken door straks een tweede laag van dit erop te zetten. Snap je wat ik bedoel? Dus het is hetzelfde idee als met dat donkere. Kijk, hup. Smeer het maar in. Nou, dan pakken we die grijze massa nog eens. En kijk, en nu is het ook leuk, want dit is natuurlijk, dat heb ik net uitgespaard, maar zo licht is het helemaal niet. Het is niet zo licht als dit. Dus ik ga er nu vast eens een keer overheen. Ik zal er vast nog wel een paar keer extra overheen moeten, want dit is nog steeds te licht. Maar kijk hier, al dat haar hier. Kun je het een beetje zo suggereren dat je af en toe dat wit uitspaart? Kijk, ik doe maar wat eventjes hoor, want ik heb geen zin echt niet om al die details te gaan doen. Maar kijk, hier vooral is het wat lichter overal volgens mij. Dus dat laat ik even een beetje zo staan. Zo, zie. Maar dit, bijvoorbeeld dit vlakje hier. Die is toch wat grijziger. Dus daarom heb ik dat daar nu neergezet. Nu ga ik weer even kijken. Oké, bij het oog hier, kijk. Zet ik dat grijzige hier ook op. Want dit is allemaal wel schaduw, maar wel iets lichtere schaduw. Dus dat is leuk. Maar dit hele vlakje ook is niet spierwit. Dus hup, daar gaat het eroverheen. En ik heb nu al het idee, daar mag straks echt nog wel een laagje op, zie. Maar we bouwen het rustig op. Dit is juist zo leuk. Kijk, hier ook die lip daar. Nou, dan heb je dus dit hier zo. Vanaf die neus loopt hier een beetje zoiets als dit. Kijk, een klein beetje zo, zo. Maar die kin, die bovenkant kin, die is echt heel licht. Hè? Dus die spaar ik echt uit. Kijk, nou hier loopt het een beetje zo. Denk ik, ja. Hè, laat het even drogen. En gaan we ondertussen even kijken of dit misschien nog weer wat donkerder moet. Want die is nu bijna droog. En ik denk het wel. Ik denk dat er gewoon gerust nog eens een laag overheen kan. Kijk, daar gaan we gewoon hoor. Dus hier zo. Hier nog eens. En hier. Hop. En hier eens een keertje. Zie ik daar ook nog eens wat gebeuren. Nou, het krijgt ook een leuk soort gelaagdheid. En hier ga ik nu in het geheel overheen. Want alsnog zal dat wat ik net heb gedaan, dat dat oog wat lichter blijft. Dat zal gehandhaafd blijven, omdat overal een extra laag overheen gaat. En zie, dus dat komt wel goed. Hetzelfde geldt hier ook weer voor die wang. Kijk, alles krijgt een extra laag. Zo. En daardoor wordt alles gewoon 1 graadje donkerder. Leuk zo, hè? Grappige manier van doen. Oh, dat is weer een beetje te enthousiast. Ach ja, that's life. Kijk, hier ook weer, kan er nog net ietsje donkerder in? Ja hoor, kan heus. Zo, wat kan ons het schelen? Voilà. Woep. Hup. Dat is grappig toch? Zo langzamerhand komt er allemaal gelaagdheid in. Nou, nu zal ik even weer op de kleinere penseel overstappen om hier ietsjes, somtijds even iets donkers in te zetten, te frutselen. Zo. Even wat vorm geven. Hier ook. En daar nog eens. Hier is het ook nog vrij donker. Die gelaagdheid is ook zo leuk om te zien, hè? Het is een leuke manier van je schilderij opzetten, zo, hè? Dat is weer eens wat anders dan wat we met acrylverf gewoon zijn te doen. Oké, is dit nu droog? Yes. Nu kan ik het hele lichte grijs, dit allemaal, kan ik nou weer eens langslopen en dan gaan kijken. Oh, ik stopte de hele keukenrol in de prullenbak. Dat is nog niet nodig. Nee, maar nu kun je overal met dat lichte grijs nog eens langs gaan lopen van wat wil ik nu nog ietsjes donkerder hebben. Nou, je kunt in zijn geheel dit allemaal is wel wat donkerder. He, dus dit is, hier valt wat meer licht dan hier, zo te zien. Dus daar ga ik er nog eens overheen. Dit lichte stukje hier tussenin, dat mocht nog donkerder, hè? Hier, kijk eens, mag ook nog wel wat donkerder. Hier op de kin, nou, de kin, even uitkijken met de kin, want daar wil ik wel dat licht wil ik er ook houden. Maar kijk, hier verder, denk ik, oké, dat kan wel. Hier misschien ook nog wel. Kijk, als ik hier nu eens een laagje overheen doe, kijk, dan zie je dus dat hier, waar die nek zo uit die borstkast komt, zo woep. Dat
zie je dan net een beetje, hè? Kijk. Van dit hier nog eens een keer. Nou, verder denk ik, ja, laat het een beetje zo. Misschien hier nog eens. Dat het net zo naar die schouder toe. Misschien ook nog wat. Maar zie je hoe leuk dit, bijvoorbeeld dit. Die wang hier zit in de schaduw. Maar hier heb je de kernschaduw, omdat hier dit draait echt weg van de lichtbron. Dan krijg je hier het donkerste stukje even. En hier wordt het dan vaak iets lichter, omdat daar licht een beetje terugketst de schaduw in. Nou, en je ziet, doordat we dat hier een beetje hebben uitgespaard, heb je dat effect hier ook. Het had wat preciezer gekund natuurlijk, maar het idee is er. Hetzelfde geldt voor dat oog. Dat wordt hier een soort gesuggereerd. Als je hierop inzoomt, is het gewoon één vieze smurrie. Hè? Maar onze hersens maken daar vanzelf wel van dat er een oog zit. Daar hoef je echt niet tot in detail voor in te priegelen. Dat is het leuke vaak van schilderen. Hè? Dat je dus dingen suggereert. Op een bepaalde manier. Nou ga ik eens kijken, waar zijn nou eens even echt de allerdonkerste stukken? Waar wil ik nog eens even één keer wat donker opzetten? Hè? Dus gewoon weer zo'n laag. Kijk eens. Gaat hij weer. Met zijn verf, hier, dit is ook vrij donker hoor, en hier op die schaduw, op die schouder, hier, kijk, mag ook nog één laagje een beetje zo, dit zo hier, ja, hier is het ook vrij donker hoor, daar zo, hè. Dus hup, eromheen, en hier ook eens een keer, nou nog een keer met die lichte kleur, want dit is nu wel goed, vind ik. Dat laat ik zo. Maar bijvoorbeeld dit, dat hele vlakje daar, mag nog steeds wat donkerder. Zo. Maar we bouwen het dus heel voorzichtig op. Dus je kunt, het is lekker een vrijblijvend gevoel. En misschien hier net langs die rand van zijn kop. Hier misschien ook nog even één keer. En misschien hier nog ook zelfs bij die nek. Of misschien. Ik zeg misschien terwijl ik het sta te doen, hè? Dus er is niks misschien aan. En dan ga ik nog eens kijken naar het haar. Op sommige plekken wil ik misschien nog eens even één keer ietsjes extra schaduw. Oh ja, hier ook, hè? Vooral die. Dat is licht, maar zo licht was het niet. Zoiets. Dit mag ook nog steeds behoorlijk donker. Dan ga ik nu eventjes nog één keer hier langs die neus, want omdat ik dat wit zo heb neergezet, is die overgang vrij hard. Kijk, zet ik eventjes nog een kleur zo langs, dan is dat wat zachter. Oh, één ding ben ik ook nog vergeten, wat ik wel leuk vind, is een beetje die spleet van de mond nog aan te geven. Dus pak gewoon een wat kleiner plat penseel, kijk zo, en dan tot daar ongeveer. Hier komt hij nog eens terug. Nou ja, in ieder geval, zo kun je dus leuk rommelen. Ik hoop dat je het ook leuk vindt om te doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.